Jannes wordt geboren in Driesem. Zijn vader is daar hoofdonderwijzer. Op de kleuterschool kan Jannes al dammen, lezen, rekenen en schrijven. Dondert vaak van de trap af, fietst keihard tegen een stilstaande trekker. Altijd kapotte kleren en is zijn nadeel uitvallende knokpartijen. Een tik op de broek, een donderpreek, het maakt Jannes niet echt van streek. Voor straf naar zolder of wat dan ook, Jannes houdt zich oostindisch doof. Dag in dag uit kwelt Jannes zijn ouders met zijn koppigheid. Grenzen zijn er om te overschrijden, en voor spijt heeft Jannes echt geen tijd. Ja, het is een speciaal geval, Jannes van der Waal. Tijdens zijn gymnasiumtijd raakt Jannes geobsedeerd door het dammen. Jannes zegt een mens wordt geboren en een mens gaat dood. Daartussenin bestaat er de mogelijkheid om te dammen, te dammen, te dammen, te dammen de hele tijd. Jannes wil de beste worden, maar hij weet, ik ben geen natuurtalent. Ik ben geen Wiersma of Sijbrands. Ik zal het moeten hebben van mijn inzet. Op zijn 18e verhuist Jannes naar de stad Groningen. Officieel voor een studie wiskunde, maar in de praktijk voor een studie dame. Ja, het is een speciaal geval, Jannes van der Waal. In een vervallen jaren 30 pand, waarin hij een kamer huurt, verdiept hij zich de godganse dag in de damliteratuur. De vloerbedekking in een gang bestaat uit kranten en brieven. In de kleine woonkamer leidt de slag bij Waterloo, we zijn uitgevochten. Jannes is niet de knapste, heel erg klein en ook nog verlegen. Maar praat eens, kom je in de damwereld ook heel weinig tegen. Jannes zegt, als dammer praat je niet, je gebruikt alleen je hoofd. Je gaat hooguit naar de bakken en dan zeg je één brood. Ja, het is een speciaal geval, Jannes van der Waal. Weinig zonlicht, warrige bosje haar piekt langs het bleke pokdalige gezicht. Met erop een grote kapotte bril, hij doet alleen wat hij zelf wil. Zijn hoofd is alleen maar plek voor dammen en
soms voor een vrouwenbeeld. Door zijn volstrekte toewijding aan het damespel, dag en nacht, vindt hij aansluiting bij de wereldtop en grijpt Janus de macht. En 1982 wordt de kleine man wereldkampioen. Na zijn toernooi in Sao Paulo is Janus opeens beroemd. Ja, het is een speciaal geval, Janus van der Waal. Naast een wereldtitel is hij te gast, de feestshow van Mies Bouwman. Op haar vraag hoe oud ben je Janus, zwijgt Janus minutenlang. Het enige wat hij doet is grijnzen, een slokje water nemen. Mies begint te giechelen, maar een antwoord heeft ze nooit gekregen. Janus ging ervan uit dat zo'n tv-redactie zich heel goed voorbereidt. Dat Mies Bouwman hem daarom niet hoeft te vragen naar zijn leeftijd. De eenvoudige formulering van Mies hinderde Janus ook. En daarom raakte de wereldkampioen innerlijk van de kook. Ja, het is een speciaal geval, Janus van der Waal. Iedereen in het land heeft het over Janus' zijn gedrag bij Mies Bouwman. Hij heeft zich laten kennen als een volstrekt authentieke persoon. Of als iemand die niet schroomt zichzelf neer te zetten als een rare snijboom. Hilversum ziet daar wat brood in, Janus ook, want hij heeft geen uitkering. Van dammen kun je niet leven, Janus weet wat hij moet doen. Hij speelt voortaan de rol van Pias in ruil voor Poen. Hij draaft op in vele televisie- en radioprogramma's. Hij is te zien bij Goochelex, modereportages en playbackshows. Ja, het is een speciaal geval, Janus van der Janus af. Hij heeft rust nodig om te bedenken wat hij wil na zijn kampioenschap. Maar elke dag is er wel een journalist om zijn uitspraken te noteren. Hij kan zich niet meer op straat vertonen zonder herkend te worden. Wie moet weten dat wereldkampioen zijn op zich niks inhoudt, zet Janus in het radioprogramma van Barend en van Dorp. Wereldkampioen worden was mijn droom, na jarenlang hard studeren
Maar nu ik het ben geworden, merk ik dat ik niet gelukkig ben. Ja, het is een speciaal geval. Janus van der Waal. Bereiken van zijn ideaal raakt Jannes geestelijk ontspoord. Op een avond gaat hij tekeer tegen twee agenten. Hij slaat volledig door. Jannes wordt gedwongen opgenomen in een psychiatrische inrichting. Ze weten daar geen raad met hem. Na 3 weken wordt hij vervroegd ontslagen. Op een herfstdag wordt Jannes gearresteerd op verdenking van aanranding van een jonge verkoopster in een snoepwinkel te Groningen. Meer dan een nogal onbeholpen poging om de aandacht te trekken van het vakkenvullende meisje bleek het incident niet te behelzen. Ja, het is een speciaal geval. Janus van der Waal. Janus moet zijn WK-titel verdedigen in een match tegen Harm Biersma. Hij zegt: het is mijn plan om 20 keer remise te spelen. Want als dat lukt, mag ik gewoon mijn titel behouden. Het druist tegen mijn karakter in. Maar van wie is maar kan ik niet winnen. Na 13 keer remise komt Jannes in ernstige tijdnood. Wie is maar wint de partij en Jannes moet nu wel op winst gaan spelen. Maar wat Jannes ook probeert, het lukt hem niet te winnen. Na nog 6 remise sleept Wie is maar zijn WK-titel binnen. Ja, dat is een sneu geval voor Jannes van der Waal. Schaken en brits en denk sportcafé de evenaar. Sommige journalisten klagen dat Jannes zo moeilijk te bereiken is. Jannes zegt dan of ik ben thuis of in de evenaar of onderweg. Jannes zegt ik kan vrouwelijk gezelschap heel goed verdragen. En over hun aandacht heb ik door mijn bekendheid ook niet te klagen. Maar een echte relatie met een vrouw zal denk ik nooit lukken. In mijn hoofd draait het vooral om damstenen en schaakstukken. Ja, het is een speciaal geval. Jannes van der Waal. Bijna elke ochtend om 1:05
strompelt Jannes naar huis en slaapt dan tot het begin van de middag zijn verdiende roes uit. 86 verspeelt hij in de trein de nationale damtitel. Hij valt in slaap om veel later weer bij het vertrekpunt wakker te worden. De jaren verstrijken, maar van het denksport blijft Jannes bezeten. Hij doet alles om maar te winnen, want aan verliezen heeft hij een bloedhekel. Op 39-jarige leeftijd krijgt Jannes de ziekte van Hodgkin. Zijn geest en lichaam zijn helemaal gesloopt binnen 2 maanden. Slechts enkele vrienden weten hiervan, maar ze laten niets uitlekken. Zo kon Jannes buiten de media om, vroeg in de morgen rustig sterven. En de overlijdensadvertentie van Jannes zijn familie staat geschreven. Deze wedstrijd kon hij niet winnen, we zullen hem niet vergeten. Op de crematie van Jannes heeft menigeen de tranen in de ogen. Iedereen beseft, iemand zoals Jannes zal er nooit meer komen. Jannes zijn vader neemt het woord en zegt, Jannes is nu gestorven, maar hij heeft geleefd en het is niet voor niets geweest. Jannes is speciaal geval. Jannes van der Waal. Jannes van der Waal.